hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Wij zijn vanochtend wakker geworden door de deurbel. Want de postbode kwam nog een pakketje voor Nessie brengen. En hij heeft voor zijn verjaardag nog een cadeautje gekregen. Ik ben helemaal gesloopt en ik ben wakker geworden in een vies stinkend huis. Want Nessie heeft natuurlijk hier zijn verjaardag gevierd. Dus vandaag moet ik echt heel goed gaan schoonmaken. Het ruikt hier echt zo vies. De vloer is echt zo vies. Ja. Dus ik ga starten met mijn dag. Het is trouwens super lekker weer buiten. Dus ik hoop dat Nessie wat met mij wil doen. En ik mis mijn auto heel erg. Kijk deze dier. Dit is zijn ontbijt. En ik ga gewoon even beginnen met een koffietje. Mijn god. Ik heb net gewoon 10 keer de vloer gedweld. Hij is nog steeds niet schoon. Dankjewel dat je overheen loopt, Nes. Hallo. Echt top, man. Zeg maar sorry. Sorry, ik doe het. Goed hoor, Nes. Ik zit er niet echt aan de rust. Ik film je alleen van boven, hoor. Goed bezig, hoor. Allah. We hebben even een pauze. Ik ga aardbeidjes eten en Nessie een granaatappel. En wij zijn zo lui dat ik maar aardbeidjes heb gewassen. Wij zijn low. Hallo. Low girl. Inmiddels is mijn huisje weer zo goed als schoon. Ik heb echt letterlijk 10 keer gedweld. Moet ik vanavond gewoon waarschijnlijk gewoon weer doen. Want ze hebben dus op de balkon en zo hier gechilled. En ze hadden allemaal de schoenen aan. Dus al die schoenafdrukken zaten allemaal op de grond. Maar goed, ik moest straks gewoon nog een keer weer dweilen. Maar ik heb me klaargemaakt ondertussen. Ik heb even mijn haren gedaan. En mijn make-up. Ik moet me nog even omkleden. En ik heb dit platte gedeelte van mijn haar maar even geaccepteerd vandaag. En zo'n pluk zat niet van voor. Dus heb ik het even zo gedaan. Ja. Ik ben er best tevreden mee eigenlijk met mijn haar op het moment. Ik ga wel even kijken wat voor outfit ik vandaag aan ga doen. Want ik wil heel graag weer even Instagram foto's maken. Dat heb ik echt heel lang niet gedaan. En een tijdje deed ik dat bijna dagelijks. En dat ging eigenlijk best wel oké. En ik kreeg altijd wel leuke reacties op. Dus dat ga ik even oppakken. Dus ik ga even kijken. Want ik heb natuurlijk laatst best wel veel kleding ook gekregen. Van hoe kan ik het fashion en zo. Of er iets leuks tussen zit voor vandaag. Want het is echt super warm weer. En ik en Nessie wilden nog even genieten van het weer. Het is echt inmiddels al 4 uur of zo alweer. Waarschijnlijk gaan we even naar het terrasje toe of zo. Zo, lekkere onderkin. Ik wil even laten zien dat ik me heb omgekleed. Tenminste, ik heb een topje en een blazer aan. En ik weet niet zo goed wat ik hieronder aan moet doen. Ik heb 2 opties. Wat is hier leuker onder? Ik vind het zo moeilijk onder blazers. Ik heb trouwens geen broek aan, dus we doen even zo. Ik wou of deze legging eronder doen. Lijkt me echt heel erg mooi. Of, even kijken of ik dit even zo onder. Of gewoon zo'n heel mooi mom jeans. Deze is van de Bershka. Oké, ik weet dus echt niet hoe ik erbij kom dat dit een leuke match zou zijn. Maar als ik het zo aan heb, vind ik het echt helemaal niks. Zo, ik heb nu de trekking aan van de Zara. Dat is dus... deze zo. Die ziet er echt letterlijk alles doorheen. Zie ik nu. Is niet zo handig. Maar dit is de trekking van de Zara. Even kijken. Wel leuker dan het andere. Maar niet wat ik zoek. Nee. Vanessa, was jij net op mijn blazer? Alsof je blazer van je vader hebt gehad. Dat is een boyfriend blazer, hij hoort zo. Oké, dit is my final outfit. Ik ga niks meer veranderen. This is it. Oh mijn god, ik heb echt gewoon gestruggeld voor een outfit vandaag. Ginger ale met munt en ijs. Oh, lekkernes. Lekker! En ik doe er mijn witte sleehakjes onder. Ja, ik vind het echt een leuke outfit. Ja, ik ben echt blij nu. Zo, deze sleehakjes eronder. Love it! Yes! Ah, wat zien mijn worstenteentjes er toch schattig uit. Oh, dankjewel. Lekker man, zoals jullie zien ben ik niet meer helemaal keto. But I try. Zo lief Nessie, dankjewel. Proost.
zo lekker. Mmm. Goals. Net zoals een nieuwe polo aan. Ik vind die echt heel erg mooi. Laat zien. Mooi hoor. Wij zitten inmiddels in de auto. En zoals ik zei, is het echt vandaag zo'n lekker weer. En ik wil heel graag nog even genieten van de laatste uurtjes zon. Het is inmiddels al best wel laat hoor. Volgens mij 5 uur of zo. Nou, 6 uur al hè. Ja, 6 uur. Het is al best wel laat. Dus we hebben al een paar uurtjes zon gemist. Maar goed, we moesten echt ons huis even schoonmaken. Maar we gaan nu even naar Zoetermeer. Even op het terrasje zitten daar. Lekker eten. En daarna hebben wij samen een meeting. We hebben eigenlijk maar een uurtje om echt te chillen. En daarna moeten we gelijk door. Dat is een beetje de planning voor nu. Trouwens, heb je het gehoord over Notre Dame? Wat? En Notre Dame is toch... Ja toch. Ja? Dat zeg maar binnen een... Wat was het nou? Binnen één dag hadden ze hoeveel... Twee dagen hadden ze 700 miljoen of zo. 700 miljoen donaties van miljonairs in Frankrijk. Dat is toch echt gewoon ziek. Ik moet je wel eerlijk zeggen, toen ik het nieuws hoorde, weet je wel, met die brand en zo, ik schrok er wel van. Ik vind het gewoon echt een heel mooi. Ja, wat is het eigenlijk? Het is een oude tempelkerk. Nee, het is een kathedraal, dat weet ik wel. Maar het is best wel zeg maar, een ja, belangrijk gebouw, bla bla bla. Vond ik wel erg, want ik ben daar een keer geweest. Dat was mijn eerste trip naar Frankrijk. Vond ik echt prachtig om te zien en zo. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik van. Dit is wel echt gewoon een zieke wereld. Want er zijn zoveel belangrijkere dingen, zeg maar, gaande nu. Waar helemaal geen geld voor is. En voor een gebouw dus wel. Ja. Maar weet je, ik zo sick vind. Zeg maar, er zijn zeg maar nul doden gevallen en gewoon niks. Het gaat gewoon puur om het gebouw. Om het gebouw. En daar wordt zeg maar zo sick veel money voor. Ja, en begrijp me echt niet verkeerd. Ik vind het echt een prachtig iets, weet je wel. Ik vind het echt heel erg mooi. En toen ik voor het eerst naar Frankrijk ging, wou ik daar per se naartoe. Dus daar niet van, maar ik schrik gewoon van de bedragen. Allah! Terras girl. Oh, chilling at the terras. Enjoying vitamine D. Oh, vitamin D. Hij weer. Straks you gonna enjoy the vitamin D at home. Oh, sorry. Shit. Die chick achter je keek. Oh shit, ze keek weer. Maar wat heb je besteld? Ik heb gewoon pasta besteld voor de verandering. Oh, lekker. Ik ben vandaag... Waarom kijkt iedereen deze kant opeens? Serieus? Iedereen krijgt paniek achter jou. Echt waar? Kijk eens, kijk weer. Oh mijn god. Het is Miriam. Stop dan. Nee, fuck dat, man. Maar wat heb je besteld? Pasta, oh, pasta bologna. Lekker hoor, Mimi. Nee, een beetje interview met Mirjam. Oh, Zahra Tawini Mirjam. Oh, volgens mij komt onze pasta eraan. Ja? Oh, toch niet. Ik was zo blij. Ik was zo enthousiast. Nou. Jongens, wij zitten dus inmiddels zo dikke zon op het terras. Wij zijn bij Happy Eats en we hebben pasta besteld. Van mijn nieuwe polo. Van die nieuwe polo van Nessie mooi. Onze pasta komt, onze pasta komt. Nee joh, echt. Pasta tutto pesche en de bolognese. Bolognese voor mij. Ha, zo. En dat dure woord was voor mij. Tutto. Wij zijn inmiddels weer in de auto. Ik heb net een thumbnail laten maken voor mijn shoplog met Boohoo en ik ben er echt super blij mee. Zeg maar door wie? Nick Smash. Nick, N-I-C-K, Smash. Hij is echt heel goed in thumbnails maken, dus connect hem als je wat nodig hebt met Photoshop of wat dan ook. Dus dat. Wij zijn nu onderweg naar Spirit, waar wij allebei een meeting hebben voor ons. Ja. Project. We zijn nu bij Spirit, een beetje aan de vroege kant, dat had ik niet verwacht. Even wachten op de andere. Nessie moet even naar de wc, daarna ga ik even naar de wc. We hebben alvast een goed plekje gevonden. Want ik vind het hier altijd belangrijk om hier achteraan te zitten, dat vind ik echt chill. En ja, waarschijnlijk duurt de meeting gelukkig niet zo heel erg lang. Max een uurtje. Daarna gaan we even lekker door naar huis. En ik wil vandaag nog heel graag sporten, ik wil dat ook heel graag weer oppakken. Dus ja, that's it. Bitches! Wij zijn net klaar met onze meeting. Het duurde iets langer dan verwacht. Daarom is het opeens zo donker. Wij gaan richting huis nu. Wij gaan onze pasta opeten die nog over was van Happy Italy. Daar heb ik heel veel zin in. En daarna.
heeft Nessim een show. Waar heb je de show? Utrecht. Mag ik mee of willen jullie dat ik meega? Of willen jullie dat ik thuis zit? Er is een vloek die heerst met vrouwen die meegaan naar de show. Want elke show die jij of Stephanie mee naartoe zijn gegaan, was altijd kut. Ik ben bang dat als jij weer meegaat. Als jij weer meegaat, is het misschien weer een kutshow. Kijk maar even waar jij gaat optreden. Maar ik wil op zich gewoon mee, want ik heb verder niet echt planning en mijn auto is nog steeds niet oké. Okay. Wil je mee naar de gym? Ja. Dat is wel een goed plan. Allah! Good luck! Echt zo'n Turk, wat is dit nou? Tim is net weggegaan naar de show. Toch besloten om niet mee te gaan. Ik ga lekker thuis blijven. Ik moet nog editen voor aankomende dagen. Ik ben, heel mooi hoek dit, even aan het googlen naar effecten van volle maan op de mens. Volle maan effect. Ik lees echt zulke rare dingen. Ik weet niet of ik hier per se in geloof, maar luister dan. Twee studies vonden bewijs dat mensen met psychische aandoeningen over het algemeen perioden van toegenomen gewelddadige of agressieve episoden hebben tijdens volle maan. Een analyse van psychische gezondheidsgegevens vond een effect van de maancyclus, maar alleen bij schizofrene patiënten. Okay, nu even een wat luchtiger artikel uit de Cosmo. Het lijkt me even wat beter, want we willen niet heel erg diep gaan. Effecten van de volle maan. Slecht slapen. Meer drugs, alcohol en geweld. Energieker en creatiever. Meer zin in seks. Dat was het eigenlijk. Interesting. Weet je dat soms als je zeg maar een artikel aan het lezen bent en halverwege lees je iets dat je denkt van zo, dit klinkt interessant of hier wil ik meer over weten, terwijl het hele artikel daar eigenlijk helemaal niet over gaat. Het letterlijk één zin of zo. Dat je dan dat helemaal gaat opzoeken en je daarin gaat verdiepen en het hele artikel gewoon vergeet. Ik heb het echt zo vaak. Echt niet normaal. Ik heb heel vaak ook dat ik gewoon dingen opeens ga opzoeken. Of als iemand over iets. Of als ik een gesprek heb met iemand dat iets mij bijblijft en ik daarna over ga googlen of zo. Ik heb het gewoon altijd. We hebben even besloten dat we een mukbang gaan doen. Jongens, dat was onze nutteloze mukbang. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden en ik zie jullie morgen weer. Doeg! Ma'asalama! Ma'asalama! Heel veel chips met de balen!